praten met Joost Bouwhof van Joost Speelt Spellen. Vlogger, 280.000 volgers. Ja. Nog geen miljoen. Nog geen miljoen, maar ik ben op naar de miljoen. Dat is een mooi doel, ja, zeker. Wanneer? Wanneer? Oh, dat is zo moeilijk te bepalen. Binnen een paar jaar? Nou, dat zou wel mooi zijn. Twee jaar misschien? I don't know. Soms groei je met, cool. Soms groei je met 20.000 abonnees per maand en soms met 8. Weet je, het is compleet verschillend. Je weet het nooit. Weet je dan waar dat aan heeft gelegen? Kan aan virals liggen. Soms heb je een video die het heel goed doet. En, of soms werk je met iemand samen die bijvoorbeeld heel populair is. En soms niet. En heb je soms ook wel een filmpje die je opneemt dat je denkt van oké, dit wordt weer zo'n viral? Dat kan, ja. Ik heb meer achteraf. Nou, het ligt een beetje aan wat voor filmpje het is. Kijk, als je een filmpje in het verleden het heel goed gedaan hebt en je doet het nog een keer, dan is de kans groot dat het nog een keer heel goed werkt. Dus je kan erop inspelen, maar het is wel lastig. Het is een lastige markt. Ja. En dit interview is voor Immers. Dat zijn eigenlijk jouw adverteerders. Wat kan een adverteerder van jou verwachten? Een adverteerder kan van mij een plek verwachten waar zij hun brand, hun merk, hun product kunnen zeg maar, promoten aan een bepaalde doelgroep. En voor mij is dat een iets jongere doelgroep. Ik schat rond de 14 tot 20 jaar. Dus mocht je een product hebben of een dienst hebben waarvan jij denkt van mijn doelgroep is diezelfde doelgroep als jou. Dan weet je in ieder geval dat ze niet meer naar de televisie kijken of niet meer naar de radio luisteren of niet de krant lezen. En dan zijn YouTubers en influencers zijn the way to go. Dus dan ben ik eigenlijk zeg maar, een geschikte kandidaat voor je bedrijf. En ik neem aan dat niet iedere adverteerder dan weer geschikt is voor jouw vlogs. Of hoe doe je dat? Klopt, ja. We hebben natuurlijk heel veel subgenres op YouTube. Ik specialiseer me dan bijvoorbeeld in gaming gerelateerde video's. Maar af en toe ook vlogs, lifestyle. Ik combineer het een beetje. Maar dus als jij denkt van ik moet jonge meisjes aanspreken, zie je bij mij verkeerd. Ik spreek voornamelijk jongens aan. Maar als jij bijvoorbeeld een game hebt gemaakt en die wil jij in de aandacht gooien, dan ben je bij mij bij het juiste adres. En wat zijn KPI's die een adverteerder kan meten en wat beloof je dan vervolgens? De meest belangrijke KPI is natuurlijk views en bereik. Hoeveel views haalt een video en hoeveel mensen heeft het dan volgens die cijfers bereikt. Een andere KPI is natuurlijk bijvoorbeeld de reacties van hoe reageren mensen op het feit dat jij dat product promoot. Zijn ze er enthousiast over, zijn ze er niet enthousiast over. En je kan natuurlijk een sponsored link of een branded link in de beschrijving zetten van een video. Waar als jij dan zegt van hey, dit is product X, koop product X, link in de beschrijving. Kunnen mensen daarop klikken en op basis van hoeveel kliks daarop zijn, hoeveel mensen zijn daarop geklikt. Dan kun jij natuurlijk, dat is ook weer een KPI van, oh kijk, in een week tijd hebben 5000 mensen daarop geklikt. Dat is best wel een mooie exposure voor jouw bedrijf, want die zijn allemaal naar je website gegaan. En dat zijn allemaal van belangrijke KPI's die dan tellen. En kan ik ook kliks met jou afspreken of een deel van de betaling laten afhangen van de kliks? Kliks is lastig, want het ligt natuurlijk echt aan hoe het product wordt ontvangen door de doelgroep. Want voor hetzelfde geld vindt de doelgroep het product echt heel stom. En daar gaan ze natuurlijk niet op klikken, dan willen ze niet meer informatie erover. Maar als een product heel goed aanstaat, kan het meer kliks. Je kan wel een afspraak maken voor views. Als jij zegt van ik wil zoveel views hebben, dan weet ik wel een beetje in boven wat voor video's ik wel en wat voor video's ik niet kan maken. Want op mijn kanaal upload ik video's die soms 30.000 views ontvangen, maar soms upload ik video's die wel 100.000 views ontvangen. Maar ja, dat verschilt natuurlijk dan ook weer per prijs. Van als je zo eentje wil die 100.000 weergave gaat krijgen, dan zal je uiteindelijk ook weer meer moeten betalen dan eentje waar 30.000 weergave op worden gevangen. Ja, tuurlijk. Maar je kan met jou afspreken van joh, ik wil 100.000 views. Als je dan toch er 50.000 haalt, dan maak je er nog één. Nou ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan de afspraak. Meestal spreek je af van, je maakt één video. En dan kan ik je zeggen van, oké, dit is het soort views waar ik ongeveer op verwacht. Wat ik verwacht, want het is natuurlijk nooit zekerheid. Het is altijd naar verwachting. Dus, en als die verwachting behaald wordt, is het natuurlijk mooi meegenomen. Als jij garandeert het niet? Ik kan het niet garanderen, nee. Dat is natuurlijk het hele spelletje. Je weet nooit hoe goed een video het doet. Voor hetzelfde geld wordt die niet in het algoritme meegenomen. Wordt die minder gepromoot door YouTube. En dan heb je veel minder views dan als dat wel gebeurt. Dus dat is compleet afhankelijk van YouTube zelf en hoe jouw video het doet. Wat vond je de leukste advertentie van het afgelopen jaar bij jou? De leukste advertentie die ik zelf gedaan heb? Ik denk, ik heb in het verleden voor Hasbro, die had een nieuwe lijn van Nerf Blasters uitgebracht. En dan mochten wij een video maken dat wij met die Nerf Blasters allemaal challenges moesten doen. Bijvoorbeeld uit een auto blikjes schieten. En dat was echt heel tof om te doen. Dat vond ik echt heel leuk. Ja. Een Nerf Blaster, wat is dat? Ja, dat is voor van die jongere jongens voornamelijk. Die hebben dan, dat zijn van die grote plastic geweren en die schieten dan van die kleine foam darts af.
van die kleine schuime bolletjes. Ja, ja, nou, pijltjes zijn het meer. En die gaan met lucht worden die dan weggeschoten. En ja, die komen dan 2 meter of zo. En dan moet je op blikjes schieten of op voorwerpen. En dat is dan een beetje het hele leuke eraan. Waar heb je allemaal op geschoten? Nou, eigenlijk alleen maar op blikjes en voorwerpen. Dat was deel van de campagne. Ze wilden niet dat we op elkaar gingen schieten. Dat mag ook niet. Dus daar moest ik me netjes aan houden. Maar ik vond het heel leuk, want we hebben het zo extreem mogelijk aangepakt. Uit een rijdende auto schieten op blikjes. Wie de meeste punten scoort. En dat vond ik echt super leuk om te doen. Ja, en dan werkt het ook goed, neem ik aan. Ja, tuurlijk, want die kijkers zien dat wij er plezier in hebben. En die zien dat, ik deed het samen met mijn vrienden. En die zien dat wij met z'n allen gewoon superveel plezier hebben. En dat is een hele succesvolle campagne geweest. Want kinderen die werden helemaal enthousiast. Die wilden ook die blasters gaan halen. En die gingen die links klikken. Ja, bij puntje bij paaltje hebben ze zo'n blaster kunnen krijgen via die video. En wat is de leukste adverteerder die je wel zou willen doen? Die ik zou willen doen? Ik sta open voor alles. Wat vind je leuk? Veelal gaming gerelateerd. Dat vind ik... Het nieuwste game van Sony of zo, noem maar wat. Ja, exact. Ik heb er wel heel veel contact al met publishers in Nederland. En ik krijg meestal ook wel de games gewoon thuis gestuurd, zodat ik ze kan zien. Maar ik zou er juist wel wat meer omheen willen doen. Bijvoorbeeld als een game uitkomt. Bijvoorbeeld de nieuwste game van Ubisoft bijvoorbeeld. En die zegt van ja, we willen eigenlijk een hele spektakel eromheen bouwen. Bijvoorbeeld er is een nieuwe ski game. Ik wil dat jij van de piste af gaat skiën. Dat lijkt me echt heel vet om te doen. Gewoon niet echt het spel op zichzelf, maar gewoon iets tofs en groots eromheen. Dat lijkt me echt heel vet. Ja. Ken je Utomic ook, de Netflix van games? Wel van gehoord, maar nog niet echt research naar gedaan. Ja, grappig. Laatste tip voor adverteerders van vloggers? Wees niet bang om ons aan te spreken. We zijn heel makkelijk bereikbaar. E-mail is bijna overal te vinden. Stuur gewoon een mailtje. Heb je interesse, stuur een mailtje. En we zijn heel makkelijk, we reageren. Je kan bijvoorbeeld ook een netwerk aanspreken, zoals bijvoorbeeld DiffyMove. Die helpt je dan aan de juiste creator. Maar je kan ook de creators direct aanspreken en wij zijn heel makkelijk. Wij praten gewoon met je alsof we je kennen en dan regelen we iets waar we beide natuurlijk enthousiast over zijn. Van oké, dit is mijn budget, zegt bedrijf X. En dan zeg ik van oké, nou dit kan ik leveren. En op die manier kunnen we een goede gulden wegvinden en dan een mooie campagne samen opzetten. Leuk, dankjewel.